Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. De volle maan in Boogschutter. Deze vindt plaats op 23 mei. Ik heb eerder deze week een video online gezet over de energieupdate voor deze week. En daar gaf ik ook al aan dat 22 en 23 mei ook nog eens een poortdag is. Dus de intensiteit kan zeer voelbaar zijn en dat zal voor iedereen op een andere manier zijn. Maar ik ga heel even verder de diepte in wat dat ook nog voor het teken boogschutter betekent. Want elke volle maan is natuurlijk een stukje zelfreflectie wat naar voren gaat komen. En aangezien deze keer de maan in het teken boogschutter staat, zullen we veel van de energie voelen. Dat betekent het stukje enthousiasme kan voelbaar zijn. Het gevoel van filosofie, maar ook de drang van reizen. Wel staat de zon in het teken tweeling, dus daar ga ik het zo meteen nog even over hebben. De boogschutter is in ieder geval altijd op zoek naar groei. Het stukje dromen waarmaken, kansen pakken en ervaringen opdoen. En daarin kun je dus de komende periode grote stappen gaan maken. De energie kan dus als groot voordeel worden gebruikt. Het kan ook zijn dat jij het als negatieve vorm ervaart, omdat er een blokkering is waar jij niet doorheen zou willen gaan. Waar ik zojuist al over had, staat tegenover de maan in boogschutter de zonteken, of dus in het zonteken tweeling. En tweeling staat juist weer voor het speelse en de jeugdige energie. En dat maakt eigenlijk dat ons enthousiasme voor de zomerperiode nog groter wordt. Nu hebben we natuurlijk best wel hele mooie dagen gehad. Ook wel regen natuurlijk. Maar als we dan gaan kijken in de periode van de vakantieperiode, hebben we echt wel hele mooie dagen gehad. En dan wil je er ook weer graag op uittrekken. Dan heb je ook weer de behoefte om buitenshuis activiteiten in te plannen. Of lekker in de tuin de barbecue weer aan te steken. Tweelingen zijn ook sociaal ingesteld en springen gemakkelijk van het ene naar het andere onderwerp. Dat is ook wel een stukje waardoor je dus misschien lastig iets wel kunt voltooien, omdat de tweelingenergie dus ook meespeelt met deze volle maan. Waardoor jij de focus op één punt misschien wat minder goed kunt behouden. Wel maakt het ook dat je wat nieuwsgieriger zult gaan zijn om dus die nieuwe ervaringen op te gaan doen. Ook verhoogt ook deze volle maan weer het bewustzijn en creëert een dieper inzicht in onze emoties en verlangens. En dat kan dus ook zijn dat je bijvoorbeeld ascensieklachten hebt of intensiteit in dromen, misschien aha-momentjes, emotioneler omdat je een flashback hebt naar een fijne of minder fijne periode. Het is in ieder geval wel de tijd om je plannen te herbekijken. Dus welke planning heb je gemaakt? Hoe zou je graag in het leven willen staan? En hoe kun je dit een duwtje in de rug geven, zodat je met deze energie van de maan het voordeel nog groter kunt creëren? Het is tijd om bepaalde zaadjes die je hebt geplant al te gaan oogsten. En dat heeft ermee te maken met de zaadjes die ongeveer, voor mijn gevoel, oktober zo zijn geplant. Die kunnen nu dus wel geoogst gaan worden. Maar dat zal niet met alles kunnen. Want sommige elementen hebben gewoon wat meer tijd nodig om te kunnen groeien of te vorm te geven. En sommige dingen zijn gewoon niet voor jou bestemd en zullen dan ook niet in jouw leven oppoppen in de vorm zoals jij ze gemanifesteerd hebt. Het is echt de tijd om bepaalde oude emoties en gewoontes los te laten. Ook bepaalde overtuigingen. Dit kunnen je eigen overtuigingen zijn, maar dat kunnen ook conditioneringen zijn die door anderen naar jou toe geprojecteerd zijn. Eigenlijk alles wat niet meer dient, mag met deze volle maanenergie ontkoppeld worden. En dit kan door middel van een bepaalde maanritueel gedaan worden. Voor mijn part schrijf je dingen op een briefje wat je los wil laten. En als het dan de volle maan aan de hemel staat, dat je vervolgens dit
ritueel het briefje verbrandt, zodat het oplost in het universum en het universum jouw problematieken of dingen wat je los wil laten in zich op gaat nemen om dit dan ook in werkelijkheid neer te kunnen zetten. Nou is het wel zo dat je zelf natuurlijk de schouders er nog onder dient te zetten. Het is niet zo dat als jij het opschrijft en je wil het loslaten, dat jij zelf niet werk nog aan de winkel hebt, mocht daar nog iets voor nodig zijn om te ontkoppelen, dan dient dat toch gedaan te moeten worden. Het enthousiasme kan dus op gaan borrelen. Stel open vragen ook voor jezelf en je hogere zelf van wat wil ik gaan bereiken, waar kan ik naartoe, wat mag ik gaan creëren de komende tijd, maar vooral waar voel ik me prettig bij om te kunnen gaan creëren. Wat is er voor nodig om eventueel obstakels wat ervoor zit te ontkoppelen en vanuit daar kun je een nieuw perspectief gaan creëren. Vandaag ga ik het algemene stukje opnemen, maar er gaat hopelijk, ik heb het in ieder geval wel in de planning staan, er ook een video komen voor alle individuele sterrenbeelden rondom deze volle maanenergie in Boogschutter. Ik voel dat door de poortdagen het intenser is en ik wil jullie graag die energie meegeven, ook tijdens individuele sterrenbeeldreadingen. Daar zal dan een aparte video van online gaan komen. Deze zal ik te zijner tijd, als die beschikbaar is, ook onder in de beschrijving linken, zodat je altijd door kunt klikken. En eventueel ook op het eindstukje van deze video zal een linkje beschikbaar zijn. Maar we gaan kijken voor deze algemene informatie. Wat gaat er komen? Wat kunnen we verwachten? Welke energie is er toch in piek aanwezig? Er is alleen maar licht, komt er als eerste uitgevlogen. Toch wel meer richting die keelchakra. Hè? Keelchakra, ook wel het derde oog, een beetje zo. Het is meer toch wel het keelchakra gedeelte wat ik sterk voel hier. En we hebben zielsboom, kaart 21. Dus het is de bedoeling dat jij nu volgens jouw zielspad je pad verder gaat bewandelen. Luister naar je eigen innerlijke stem. Even kijken, een stukje lager leggen zijn beeld. Het is elke keer weer een beetje puzzelen, maar ze liggen. Voor sommige mensen kan het zijn dat nu pas in zicht gaat komen waar jouw zielsmissie mee te maken heeft. Waarmee jij gaat connecten. Echt kunnen inzichten en boodschappen door gaan komen. En wat ik al zei zojuist, hè, dat kan door middel van dromen zijn, maar dat kan ook zijn dat je misschien door een meditatie of inderdaad als jij die maanritueel doet, dat daar dan iets naar voren gaat komen. Je hebt het geluk aan jouw kant staan. Dus ik vind dit wel al een hele mooie start om mee te beginnen. Mooie energie. Ik pak nog één kaartje erbij. Uit de maankaartendek of de maanorakel. Je geliefde en jij zijn veilig. Nieuwe maan in kreeft. Hier hebben we nieuwe maan in boogschutter. We zitten nu natuurlijk volle maan in boogschutter. Dus de energie is wel mooi in lijn, vind ik zelf. Keelchakra en derde oogchakra zijn een aandachtspunt wat dus deze komende periode naar voren gaat komen. Door de intensiteit dus ook van die poordagen speelt dat nog extra naar de voorhand. Wel voel ik dat voor een enkeling die nu aan het kijken is, kan het een hele roerige tijd zijn. Echt een flinke onrustige wervelwind. Nu zal dit echt maar voor mij een percentage van, ik denk 13% krijg ik door, zijn. Dus het zal niet voor iedereen gelden. Zit jij wat lekkerder in je energie, geniet dan ook echt volop van deze volle maanenergie. Maar ook die poordagen, want je kunt hier zoveel extra voordeel in doen. En die voordeel kun jij dus creëren door dicht bij jezelf te blijven. En je energie te upgraden. Niet in het negatieve aspect blijven hangen. Ik krijg erbij, geliefde, jullie liefde gaat bezegeld worden met de volgende stap. En voor mij voelt dit als zielsliefde in jouzelf.
Dus niet dat je denkt van, oh, er gaat iemand mij een aanzoek doen of er komt die ware persoon op mijn pad. Dat zal zeker wel voor een enkeling gelden, maar dat zal zeker niet voor iedereen zijn. Er zullen mensen zijn die al in een relatie zitten, dan zal dit zeker een mogelijkheid hebben. Maar voor mij voelt dit, omdat deze kaarten zo sterk naar voren komen met het voordeel in jouw spirituele ontwikkeling, dat dit daar meer mee te maken heeft. Dus even kijken. Zo. Onderkant dek krijgen we spiritualiteit. Dus het onderwerp, de hoofdonderwerp is toch echt wel die spiritualiteit, die zelfontwikkeling. We krijgen daarbij balans. Door innerlijke rust en reinheid voel jij de liefde in jezelf groeien en ervaar je innerlijke balans. En we krijgen erbij creativiteit. Gebruik je creativiteit om je gevoelens te uiten. Kom steeds dichter tot je ware potentieel. En creativiteit hoeft echt absoluut niet met die verfkwast of die tekenkwast of tekenpotloden te zijn. Hè? Creativiteit kan op heel veel manieren zijn. Denk aan zingen, dans, knutselen. Maar het kan ook zijn door middel van sport dat je daar iets in creatieve vorm in vindt. Koken. Er is zo ontzettend veel mogelijk. En voor iedereen zal dat anders zijn. Maar wat ik hier wel, wat ik het net ook al zei, hè, ik voel dat er zoveel potentieel aan het groeien is. En die onrust wat ik dus ervaar, wat voor een kleine 13% wel is. Lieve kijker, als dat jouw tijdlijn even is, dat het onrustig is. Weet dan dat dit allemaal daarna mogelijk is. Weet dan dat er een juiste stroming gaat komen. En die juiste stroming heeft vooral ermee te maken dat het universum jou steeds meer mee gaat nemen in jouw ontwikkeling. Maar ook met jou probeert te communiceren met door die trillingsenergie. Hè? Dat kan dat stukje onderbuikgevoel zijn wat je ervaart. Maar dat kan dus ook door middel van dromen zijn. Het kan zijn dat je het gevoel hebt dat je in contact staat met gidsen of engelen. Iedereen bewandelt het pad natuurlijk op zijn eigen tempo en beleeft het ook op een andere manier. Sommigen kunnen die synchroniciteit hebben met door middel van die dubbele getallen. Maar er gaat vanuit de hogere hand wel ontzettend veel gecommuniceerd worden de komende tijd. Ik krijg de karma kaart op kop, maar ik krijg daarbij ook de doodkaart. Dus het voelt voor mij dat er een bepaalde karmische loop voor het grotendeels dus afgerond gaat worden. Waardoor jij dus die hernieuwing in kunt. Waardoor jij dus ook de ruimte kunt krijgen. Oh kijk eens hier, de zonkaart krijgen we erbij. Dat je de ruimte gaat krijgen ook om weer enthousiast weer die nieuwe dingen aan te gaan grijpen. Nu is het natuurlijk als we mooi weer hebben dat je sowieso altijd wel al lekkerder in je vel gaat zitten. Tenminste, de meeste mensen. Ik tenminste wel. Ik vind dat heerlijk. Ook het regenweer vind ik af en toe heerlijk. Omdat je dan weer lekker terug kunt trekken. Maar op dit moment is het ook weer de tijd om lekker naar buiten te treden. Al het werk wat je dus de afgelopen maanden in hebt gezet voor je ontwikkelingsproces. Dat mag je nu in de praktijk ook gaan uitvoeren. En ervaren of dat je de werkelijke stappen allemaal hebt gezet. Dus laat je eigen ook af en toe triggeren. Laat af en toe ook die energie stromen van oké, heb ik mijn les wel geleerd? En wat ik hier sterk naar voren zie komen, vooral met 9 van munten onderkant dek, is dat dat absoluut wel gaat gebeuren. Je hebt zoveel doorlopen en jij trekt dadelijk aan het langste eind. En je zult ook merken dat dit in de positieve zin zal gaan zijn. Omdat er bepaalde schaduwzijden dus daadwerkelijk echt achter je gelaten gaan worden. Voor sommigen kan dit betekenen dat er toch afscheid genomen gaat worden van een bepaalde job. Sommigen qua relatie, dat je echt voor jezelf gaat kiezen. Of dat er even een break is gekomen in je relatie, door jou of door de ander ingezet. Maar wat ik hier zie is dat je er wel vooral ook met de 9 van munten onderkant dek zojuist. Het voelt voor mij dat jij op je eigen pad verder gaat bewandelen met of zonder iemand. Jij pakt jouw eigen energie op en jij gaat verder wandelen. En dat zorgt er ook voor dat je je eigen balans kunt gaan creëren. Maar ook jouw eigen geluk naar je toe gaat trekken. En dit is die shift waar ik het al eerder over had. Dat
dat die spirituele shift echt daadwerkelijk wel echt in een stroomversnelling kan komen voor een aantal van jullie. En dat heeft ermee te maken dat je hebt herontdekt waar jouw kracht ligt. Je hebt ontdekt van oké, als ik mijn eigen zo neerzet, dan hou ik mijn eigen staande. Daarbij ben ik emotioneel in balans. Ik heb het financiële in balans. Bepaalde structuur weet ik neer te zetten. En dit creëer ik dan ook naar een hogere macht. En als je dat weet neer te zetten, kun je die vruchtbaarheid nog verder gaan creëren. En vooral in deze periode dat we echt die zonnestralen meer tot ons gaan nemen, zul je ook meer in die shift gaan komen. Nu hebben natuurlijk bloemetjes en plantjes ook meer zonlicht nodig om weer te groeien. Vervolgens weer het geoogst te kunnen worden als we kijken naar granen en mais en dat soort elementen. En dat is dus wat er nu gaat komen. Jij mag dus nu verder gaan ontwikkelen. Jij kunt dadelijk op een punt gaan komen dat jij wel weer dingetjes mag gaan oogsten op dit moment al. Sommige dingen hebben nog wat tijd nodig om te kunnen groeien en ontwikkelen. Maar je bent wel al daar stappen in aan het zetten. Dus het is niet zo dat je dan stilstaat of dat jij het gevoel hebt dat je misschien stilstaat. Maar er gaat een nieuwe energie stromen. En die energiestroom gaat versneld worden. Waar je in eerste instantie nog een beetje langzamere pas hebt, ga je dadelijk in de sneltrein komen. En dat is die snellere shift waar ik het over heb. Dat het voor een doelgroep die nu aan het kijken is, zal niet voor iedereen zijn, maar wel voor een groot deel. Zal er een hele grote snelle sprint gemaakt gaan worden. En dat wil niet zeggen dat je nadien, als je die sprint hebt gemaakt, klaar bent. Nee, absoluut niet, maar wel voor dit gedeelte. En dat heeft met een karmische stuk te maken, waarbij jij een doorbraak hebt gecreëerd recentelijk, of dat je dit binnenkort gaat doen. Voor mij voelt het dat het grootste deel het al recentelijk doorbroken heeft, maar dat de inzichten er nog niet volledig zijn geweest waarom iets is gebeurd. Door creativiteit zul je ook meer inzichten gaan krijgen en zul je ook meer informatie tot je gaan nemen. En dit zal dan vanuit die hogere trillingsenergie zijn waar ik het altijd over heb. Ook zal jij dus die triggers weer gaan krijgen. Wat ik zojuist al zei, van het is ook goed als je naar buiten gaat treden. Want dan zul je die triggers onder ogen kunnen zien. En dat is voor jou een bevestiging of dat jij een les wel of niet hebt geleerd. En die triggers klinken 9 van de 10 keer altijd best wel intensief, maar dat hoeft absoluut niet het geval te zijn. Het kan ook zijn dat jij het gevoel hebt van oké, ik heb een keuze gemaakt een hele tijd terug en ik ben bij die keuze gebleven en ik heb daar stappen in gemaakt. Ik ben naar mezelf aan het werk en er komt misschien weer een persoon uit het verleden op je pad. Of er komt weer een moment dat je ergens aan terugdenkt of iemand begint over een situatie van vroeger waarbij jij toen het gevoel had van daar had ik altijd zoveel verdriet van. En dat je dit nu dan kunt evalueren op dit moment waarvan jij nu zoiets hebt van het raakt me eigenlijk niet meer. Mijn hartzeer wat daaraan gekoppeld zat is verlicht of in ieder geval een heel stuk verminderd. En dan kun je ook merken dat jij dus aan het groeien bent. En die eye-openers gaan er binnenkort komen. En het kan ook zijn nadat jij iets verder al op deze tijdlijn staat, dat die eye-openers al zijn geweest. Krijg je de 10 van bekers onder de zon. Met onderkant dek de 4 van staven. Die neem ik even mee. Heel mooi. Pakken er nog even 2 kaarten bij. Dat was een snelle. Kijk, we krijgen de maan en de toren. Dus die leg ik even hieronder. Onder de schaduwzijde krijgen we de maan. Dus bepaalde angsten, illusies kunnen dus bepaalde beperkingen nog op gaan treden. En het is zo dat sommige mensen te lang hebben vastgezeten in een patroon of een situatie. Waarbij ze misschien wel al in hun onderbuik voelden van oké, het is inderdaad niet helemaal zuiver. Maar ik blijf er toch aan vasthouden. Of dat het nou werk is, een relatie, vriendschap. Een situatie waarbij jij bepaalde keuze en beslissingen hebt kunnen nemen, maar niet hebt gedaan, omwille van welke reden dan ook. Hier ga jij dus mee geconfronteerd worden. Maar dit is allemaal om jouw hoogste goed te kunnen gaan creëren, om jouw hoogst haalbare energiestroom neer te gaan zetten. Het ware geluk wat voor jou bestemd is.
En voor iedereen is dat ware geluk in een ander jasje gegoten. En dat kan voor sommigen dus betekenen dat er een tweede stap gezet gaat worden. Dat je misschien ten huwelijk wordt gevraagd. Misschien samen gaan wonen. Voor de jongere kijkers misschien dat je nog samen een kindje mag gaan krijgen. Maar het kan ook zijn dat je eindelijk de knoop doorhakt om het ware geluk te volgen en die wereldreis te gaan maken. Of voor jezelf te gaan starten. Of van baan helemaal te wisselen en echt jouw ware gevoel erin te volgen waar jij passie van hebt. Dus er gaat voor iedereen een switch komen en dat heeft met je spiritualiteit te maken. Jouw bewustzijn is enorm verhoogd. Je staat in contact met je innerlijke stem. En je bent verbonden met de bron. En dat zien we eigenlijk hier ook allemaal naar voren komen. Hè? Wat hier eigenlijk rondom ligt, geeft al duidelijk weer welke stappen jij al als spiritueel wezen hebt gemaakt. Waar je overigens echt ontzettend trots op mag zijn. Want het spirituele proces is absoluut niet makkelijk. Het is één grote pot ellende af en toe. Maar van de andere kant, als je daar doorheen kunt prikken, zie je ook hoeveel mooie voorspoed en zonneschijn er aan de andere kant allemaal op jou aan het wachten is. En misschien heb je dit al gedeeltelijk ontvangen en ga je nog meer mooie toekomst tegemoet. Af en toe zul je dus wel die triggers gaan krijgen, maar van de andere kant zie ik hier alleen maar een hele positieve legging. Oh, ik heb een kaartendek op kop, dus ik draai hem heel even om. We krijgen de 6 van munten. Balans is daar het sleutelwoord in. En het stukje balans is dus niet alleen van oké, waar geef ik en krijg ik het in de juiste vorm terug. Nee, de triggers die jij krijgt als mensen zeg maar onzuivere energie hebben. Of mensen het niet goed met jou bedoeld hebben. Of achter je rug aan het lullen zijn of wat dan ook. Ja, jij gaat het doorkrijgen. Jij onderbuikgevoel is zeer sterk. Dit ook omdat jouw derde oog verder aan het ontwikkelen is. En dit zul je dan naar waarheid ook uit gaan spreken als iemand toch probeert ergens jou een richting in te duwen. Jij bepaalt je eigen richting en ander hoeft dat niet voor je te doen. Ik krijg als bevestiging weer de 6 van zwaarden. Dus we krijgen echt die windrichting die veranderd gaat worden. Veel ballast loslaten, maar dat zien we ook al met die karma op kop. En de doodkaart daarnaast, dus er gaat een hele verschuiving plaatsvinden. En dat komt ook omdat je nu inziet van oké, het is een heel proces geweest waar ik vast in heb gezeten. Onderkant dek krijgen we de dood en de rebirth kaart. 8 van zwaarden met de 9 van bekers. Geeft voor mij duidelijk weer van oké, ik heb ergens in een karmische loop gezeten. Of ik heb dingen niet onder ogen willen zien. Maar ik kies voor mijn eigen ware geluk. En als je daarvoor gaat kiezen, weet je dus ook van oké, ik mag ergens doorheen. Maar vervolgens krijg ik wel de vrijheid om mijn eigen pas verder te creëren. Zonder die conditioneringen, zonder last, zonder negatieve gedachtenpatronen. Echt oprecht vanuit de waarheid, diep van binnen, ga je dit ook uitspreken en daar handel je dan ook naar. Zo. Even kijken. We krijgen de 7 van bekers onderop. Of die viel op de grond. We krijgen de sterkaart. We krijgen de 7 van staven. En we krijgen de 7 van bekers. 7-7. Dus, lieve mensen, kijk dan waar het heen gaat. We hebben hier zo'n prachtige kaarten op tafel. We krijgen naast de doodkaart krijgen we de ster. Dus jij gaat ruimte krijgen om je wensvervullingen te creëren. Je gaat ruimte krijgen om ook je eigen energie hoog te houden. Af en toe in je eigen bubbel, af en toe weer naar buiten treden. Bepaalde testen die je op je pad krijgt, triggers die je krijgt. En je ziet ook in van oké, inderdaad, het universum test me af en toe. Maar ik maak mij er niet zo druk om. Want ik weet dat ik sterk sta. Ik weet dat ik stabiel kan zijn. En ik weet dat ik het waard ben om het hoogst haalbare te mogen gaan ontvangen. En vanuit daar kun je ook merken van oké, het is af en toe niet makkelijk. Maar we krijgen wel de aas van zwaarden onderkant dek. Dus ondanks dat jij het gevoel hebt dat je misschien de komende tijd ook meer vanuit je hoofd aan het de richting aan het bepalen bent, heb ik het gevoel dat dat niet is. Maar meer dat jij
vanuit jouw intuïtie gaat handelen. Jouw derde oog voel ik sterk naar voren komen. Jouw keelchakra die je daarbij gaat gebruiken. Waarheden ga je uitspreken. En vanuit dat nieuwe perspectief kun jij iets nieuws creëren. En kan het allemaal blijven stromen. Maar dat kan alleen als jij die karmische loop doorbreekt. Alleen dan kom jij naar die vernieuwing toe en kun jij echt iets moois gaan creëren vanuit die hogere spirituele energiestroom. Ik pak als laatste nog een engelenboodschap erbij voor jullie. Oké, wat mogen we eraan toevoegen? Herstel. Engelen van heling. Het is tijd ongezonde situaties te helen. Werk aan je innerlijk kind zal je helpen te helen en zo het verleden achter je te laten. En dat voelt voor mij dat het voor die onrustige groep is, hè? Die 13%. Nou kan het zijn dat je zelf in die andere percentage zit en waarbij jij al ongezonde situaties achter je hebt gelaten. Daar gaat die voltooiing in komen. Het kan ook zijn dat jij die triggers gaat krijgen en dat je het vervolgens dan pas los kunt laten. Alles is om jou dus die reis te laten maken naar, ja, eigenlijk alleen maar licht. Volgens jouw zielspad, jouw zielsboom, jouw wortels die jij aan het creëren bent in dit leven. Dus lieve kijkers, dit was nu de algemene reading voor de volle maanenergie. Ik hoop dus nog de sterrenbeelden op te kunnen nemen. Mocht dat zo zijn, zal dat de komende dagen online gaan komen. Mocht jij het resoneren, of mocht deze video met je resoneren, laat dan vooral een berichtje of een like achter. Hartstikke leuk als je een reactie achterlaat. En mocht jij nieuw zijn, lijkt het me ontzettend leuk als je eigen gaat abonneren. Dit is geheel gratis. En daarnaast pik ik jouw energie tijdens collectieve readingen ook eerder op, omdat ik intap op mijn kanaal. Ik wens jullie een mooie volle maan energie toe, inclusief de Engelenpoordagen. En tot de volgende video. Doei doei!